dames, let's go! Yeah, must be really cold. Ja, ik denk dat het verwarmd is, hoor. Ik hoop het voor hem. Lamp. Gewoon even een biljetje. Het is echt vaag. I'm in Helen. Ja, hij was een keer bij haar thuis en toen, weet ik niet hoe het zo, we belden hem op. Iemand belde hem, ja. Zei hij, waar are you? Hij zei, I'm in Helen now. Hoe? Of letterlijk of... Hij was gewoon, hij verzat aan tafel. Iedereen lachen, man. Oh, yeah. Porno headquarters, wat doen we held? The movie is so nice. Yeah, so we made cheers. Another one. Another one. Yeah, Ron Jeremy, Ron Jeremy and the Butterfly. Cheers. Cheers. Butterfly? Ja, we waren bij mij in de studio vorig weekend. Dat is wat een vlindertje. In de studio, een klein vlindertje. Yeah. In de studio. Yeah. En hij was echt, we komen binnen en hij... Get it away! Toen we met z'n allen proberen die vlinder te vangen. En mijn vriendin die had hem op een gegeven moment in een boterhopbeker. Dus toen had ze dan aan het doen. Ah. En toen zei hij op YouTube gezet. Gewoon, you gotta be afraid of butterflies. Seriously? Butterflies don't give me anything. What? How is the... How sure is it? Is it gone? It's gone, man. It's gone, man. I must go home. Nee, ik had dat verwacht. Ja, je was wel lopen. Ik ben al een tekst aan het vertalen in de titel. Ja, ik heb het leuk voor de titel. Maar jullie gisteren? Nee. Ja, gisteren is meer toneel voor, maar ik weet het wel lekker.
Carta Higienica. Dat klinkt zo maar als Carta Higienica. Carta Higienica. Dat klinkt als iets... Ja, heel raar. Ja, niet zo wel. Ik heb nog eens in de buik. Maar dat vind ik juist cool, een jonge hart. Ja. Heb je dat rondje daar al gelopen? Hij heeft al zo gedaan. Ja, een vriendin van mij moet straks optreden hier, maar die speelt gelijk met Karel Emerald. Dat is wel weer een beetje jammer. Karel Emerald is al lang voorbij. Oh, dan heb ze al gespeeld. Ja, dat was om 8 uur. Oh. Ja, je hebt alleen nog wat brein en daarna komt best veel en dan is het over. Ik geen idee waar het is. Ja, maar je hebt hier brein en daarna komt best veel en dan is het over. Net dat klonk een beetje als Mario Bills die muziek. Ja, nee, go back to the source. Ja, ze speelden ervoor iets op een keyboard, daar is een soundtrack en dan klonk als een computerspelling. Klopt, maar go back to the source is wel een vette band. En ja, wat hier speelt, het brein... Het brein dat uit de ruimte komt. Ja, dat klonk als Mario. Oh, ja, die zijn vet. Die zijn zo experimenteel. Ze doen ook, ze treden heel vaak op in Timbuktu. Mm. En ze hebben af en toe van die sessies en zijn ze helemaal aan de kloten. En dan weten ze gewoon de fuck niet wat ze willen doen. Dan gaan ze gewoon een beetje wat kloten op pianootje en zo. Ja, gewoon en dat klinkt alsnog geweldig. Okay. En je hebt van die momenten, dan zijn ze nuchter. Want ik heb ze net gezien, toen waren ze nog nuchter. Wat doet waarschijnlijk daar boven, hoor? Nee, dus ja, dan kan je gaan staan. Nee, maar waarschijnlijk gaan ze nu weer gewoon echte nummers spelen. Ja. Maar ze hebben momenten meegemaakt dat ze gewoon helemaal fucked up waren. Zie je ze echt stralen zo op en 100 coke staan ze een beetje kutten. Ja, ik heb daar niet veel bijzonders gezien. Ja, vanmiddag was er één redelijke band. Maar vanavond die band hiervoor was goed. Nee. Ik vind Go Back to the Zoo een leuke feestband. Was dat wat net omgaan? Ja. Leuke feestband. Ja, gewoon een feestband. Ja, maar die zanger volgens zwaar hier. De houding. Bassist ook, die bas wel. Ja, maar die gitarist van bij Carol Emerald, zeg maar, die had wel echt nice movements. Ja, met zijn voetjes zo de hele tijd. Ik vond het echt cool. Ik had de hele tijd zijn voeten lopen, dat was wel vet. Oh, kut, en dat ze zo nog gespeeld. Nou ja, ja. Jammer. Ja, ik had dat meisje, die is pas afgestudeerd van het conservatorium. Oh. Ik heb haar CD geproduceerd bij mij in de studio. Okay. Dus toen liep ze hier mee te leuren. En ze moest ook spelen hier. Okay. Maar wie is de Bob vanavond? Nee. Hey, is niemand die laat me aan. Is dit een swingcam? Hij laat waarschijnlijk ook een flipcam. Flipcam. Zutronic heeft ze nu ook. Ja.